als je hier komt, wat doe je dan? Ja, meestal ga je toch een beetje praten. Dus je gaat vertellen van wat er gebeurd is. Ik ben dit jaar oma geworden, dus zij hebben een achterkleinzoon. Dus dat wilde ik wel heel graag vertellen. En ik vind het fijn dat ze hier gewoon liggen. Dat er echt nog iets is van hen. Ja, het geeft mij heel veel rust gegeven om ze hier samen te begraven. Omdat mijn vader was dus begraven in Noord, maar daar was ik niet bij. Ik was toen 13, dat was 1978. En hij had zelfmoord gepleegd. En ja, ik was gewoon boos en ik wilde helemaal niet naar die uitvaart toe. Ik dacht, ja, hij is gewoon weggegaan. Hij heeft niet eens gedag gezegd. Nou, dan ga ik hem ook niet gedag zeggen. Dus ik ben daar nooit heen geweest. Ik ben niet naar de uitvaart geweest en überhaupt nooit naar zijn graf geweest. Terwijl ik daar best natuurlijk in de loop der jaren de tijd voor heb gehad. Maar op een of andere manier kon ik dat niet. En nu, ja, ben ik al vaak naar zijn graf geweest. Omdat het nu dit graf is wat ik heb gemaakt. Of gemaakt, ik heb het niet letterlijk zelf gemaakt, maar wat ik heb bedacht dat dat moest gebeuren. En als je hier bent en je praat, praat je tegen hem of praat je tegen je moeder? Oh, tegen allebei. Of allebei. Ja, allebei. Ja,